Vandaag gaan we levensechte Monopoly spelen. Het is zo levensecht dat je gewoon al je geld kan verliezen. We gaan gokken vandaag. Ja, we gaan gokken. Hier staat het ook. Monopoly Live. Play for real. Ja. Ja, ik ga gelijk weer een disclaimer gooien. Ik heb al vaker een gokvideo gemaakt. Doe dit niet, want je verliest letterlijk je geld. Dit is geprogrammeerd om je geld te stelen. Dus als je denkt, hé, ik heb een slimme manier en dat werkt. Nee! Dus doe het niet. Laat ons geld verliezen. Ja, dit is gewoon puur voor entertainment. Mooi, hebben we dat uitgelegd? Ja, we gaan dus Monopoly spelen. Gauw even uitleggen, wat is Monopoly? Jullie kennen Monopoly wel, maar dit is net wat anders. Want er wordt aan een rad gedraaid. Nou, dat klinkt al heel scammy. Is het eigenlijk ook. Je hebt dus 4 verschillende getallen. 1, 2, 5 en 10. En als je bijvoorbeeld 5 euro op de 10 zet, krijg je 50 euro. En als je 5 euro op de 1 zet, krijg je 5 euro. Dus de 1 is gewoon een rotgetal. En je hebt dus 2 rolls en je hebt... Nee! Je bent te lang bezig met de intro! Wauw. Ik zei het net. Wauw, ik ben oprecht pissed nu. Dit is super zeldzaam wat hier gebeurt. Er zitten maar 6 vakjes op het hele rad. Hier. Oh, je hebt niet eens 4. Je hebt maar 4. Wauw. En nu gaat het spel pas beginnen. Als hij dus daar opvalt, dan ga je een coole rol doen en dan kan je dus heel veel geld verdienen. Ik hoop echt dat er nu niks trouwens uitkomt. Ja, die rolls is zeg maar gewoon hoe vaak met de dobbelsteen gerold wordt op het bord. Precies. Dus er wordt nu maar 2 keer gerold en als je een dobbel hebt, dan gaat hij nog een keer natuurlijk dubbel, net als bij de echte Monopoly. Even kijken, wat zijn de multiplies? Want dat is ook nog een dingetje, hoe vaak je geld gemultiplied wordt. Hier, even kijken, hoeveel huisjes komen er random op? Dit is gewoon random. Dus dit is zo scammy als wat. Ik bedoel, dit is gewoon vet random. Nu kunnen we zien hoeveel geld we hadden gewonnen. Ik had hier waarschijnlijk iets van 2 of 3 euro opgezet. We gaan het zien. 3, oké. Okay. Ja, dit is heel slecht. Ja. Oké, hier ben ik blij mee. Oh, ik baal zo erg. Hij valt hier misschien 1 keer in het half uur op. Dus we moeten zo misschien een half uur wachten. Oké, stel je had... Oh, 3 huizen! Ja, stel je had die 3 euro. Dat is veel toch? Ooit, dan heb je nu 3 keer 4. Dat is 12. Ik had nu 12 euro. Oké, tweede rol, please. Geen dobbel. Geen dobbel. Yes. Oh, wel een hoge. Dat is wel hoog. Dat is hoog. Oh, en ik heb trouwens 250 euro erop. En we gaan niet alles gokken. Misschien we gaan dat even zien. Wie weet wordt het een lijpe video. Dat is een keer 10. Dus je had een keer 14 in totaal. Ja. Als je nou 5 euro erop hebt, had ik iets van, nou... 60. Ja, 60 euro. Nou, oké, dat valt nog mee. Dit was pijnlijk, hoor. Ja, dit is wel pijnlijk. Ja, is pijnlijk, ja. 40.000 is hiermee. Er is in totaal nu 40k gewonnen. Nou, top. Oké, we gaan snel inzetten. Let's go. Ik ga op de speciale games 2 euro zetten, hier 2 euro op. En dan doe ik hier 5 euro op. Oké, we beginnen even rustig. Want we gaan dus ook op getallen inzetten. Want hij valt dus veel vaker op getallen dan daadwerkelijk op de rolls. Dus je moet niet alleen op de rolls zetten. Ja, kan wel. Maar daar valt hij zo weinig op. Dus waarschijnlijk ben je dan zo je geld kwijt. 2. Prima. We hebben hem. Dat dus dit is 15 euro. Nee, jawel, keer 2 plus je inzet. Auw. Lekker, 3 euro winst. Lekker, of 4 euro winst. Money printer go brrr. Ja, dit gaat veel te sloom. Meteen wel. Nee, moet ik dit doen? Nog 3 op de 10 erbij. Zo, die hebben we gewoon. Ja, prima, het is gewoon prima. Weer winst, 25. Nee, oh, is precies money back. Oh, is money back. Nou, geld weer terug. Hier, wat ik nu ga doen, we zetten autoplay aan en we gaan handjes in de nek. Zit in de achtbaan. Oh, hier gaan we. En we gaan gokken als een stel degenerates. Nee! Niet de 10, niet de 10, nee! Ah, kak. Au. Ja. We zitten nu al in de mee, jongens. Misschien zetten we wel iets te veel in, of niet? Ik weet het niet, ja. Waarom stopt hij nou op de 1? Nee! Oh, ik dacht, nee. 44 euro is weg, jongens, dat is weg. Als sneeuw voor de zon. Dit is echt een slecht spel. Dit spel is zo'n dikke scam. Waarom doen we dit? Waarom doen we dit nou? Dit is niet slim. Abonneer op het kanaal. Ja, abonneer jongens, want ik ben nu al 70 euro verloren. Oh nee, niet. Als ik deze verlies, dan ben ik 70 euro, ja. 2 rolls. 2 rolls. Ja. Nee, gaat langzaam. Nee! Nee! Ah. We zetten veel te veel in. Chance! Ja! Oké, wat is dit? Een kans kan alles zijn. Er kan nu van alles komen. Let maar op. Multiplier, kom op. Gunboy multiplier. Ja. Ja, geef me maar geld. Ik heb denk liever geld oprecht. Wat gebeurt er? Want hij kan je totale bed geeft hij volgens mij. Multis? 10 keer multis. Oké, dit is dus hetzelfde dat als hij nu 240 euro had ingezet. Ja, ik heb nu eigenlijk 240 euro ingezet. Oké. Please, niet een 10 of een 1. Nee, gewoon 2. Gewoon 2. Kom op, we kunnen nu heel veel geld verdienen. De kanskaartjes zijn soms wel leuk. Yes! Oh, dit is veel geld. Dit is echt 200 nog wat. Nee. Dit is 210. 200! Wat? Dit is echt de eerste keer dat ik een keer met die kans iets heb. Nou, ik tril oprecht gewoon een beetje. Echt, waarom is dit zo spannend? Ik gok bijna nooit meer, dus ik vind het heel spannend. Autospin, die gaat weer even aangezet worden. Nee. Nee! Oh! So close! 4. Chance! Nee! We zijn nu alweer 50 euro kwijt. Ja, precies. Ik heb het idee dat we langzamerhand alles kwijt raken. Nee. Wat is dit? Ik win het en ik ben bijna weer op inzet. Als hij nu op 2 rolls valt... Nee! Oh mijn god. Nee! Oh my, dat was zoveel geld geweest. Oh, dat was zoveel geld geweest. Je misschien wel een doelstelling. Nee, maar ik ben blij. Ik heb hem. Hier, hoppakee. We hebben hem. We hebben 300 euro. Ja, ik zit trouwens altijd op de 2 en 5 in. Ik weet niet waarom. De 10 komt heel weinig voor namelijk. En de 1, ja, daar krijg je gewoon bijna geen return van. Dus dat ga ik lekker niet doen. Ik vind de 2 en de 5 altijd chill. Daar gaan we dan. 2! Wow! Heerlijk! Oh, yes! Daar gaan we. 5 euro. Oké, het zijn 2 rolls. 2 rolls is nooit echt in impressive, maar je hoeft maar 2 keer een dobbel te krijgen. En dan zit je op 4 rolls. Dan zit je op 4 rolls. En dan verdien je lijpgeld. Ik heb zelfs wel eens gehad dat ik bij 2 rolls verlies had. Dus we kunnen letterlijk nog verlies krijgen. Ja. Oké, laat ten eerste die multipliers zien. Ja, het liefste dikke multipliers bij het begin van het bord. Ja, absoluut. Vooral het midden van het bord. Dat eerste stuk om de hoek. Oké, helemaal niks. Nu. Rode huisjes. Boom, rode huisjes. Boom. Niks. Waar de zijn de rode huisjes? Dit is een beetje jammer. Nog 0 rode huisjes. Wat? Oh, keer 50. Nog 0 rode huisjes. 0 rode huisjes. Wow. Bizar. Oké, het gaat uiteindelijk toch om het dobbelen. Ja! Let's go! Hell yeah! Yes, oké, dus we hebben nu al 3 rolls in totaal. Oh, dit is sick. Nou. Oh nee. Oh, gelukkig. Ik dacht even, het is een vraagtekentje. Dat is toch chill? Nee, dan moet je betalen soms. Nee, ja, soms. Nou, dat is prima. 10. We hebben nog steeds 2 rolls. Ja, 2 rolls. Dat is boeiend. Dit is gewoon gratis geld. Gaan we dan. Dubbel. Oh, dit is goed. Dit is een lekkere. We komen heel end. We komen ver op het bord, jongens. Is dat schatje? Ja, dat is het schatje. Nee. Please, niet betalen. Please, als ik nu moet betalen. Geef mij iets leuks. Oh, okay. 25 euro. Ja, dat is nog wel kut hoor. Dat is een keer 5 eigenlijk. Alles eromheen was een hoop. Ja, oké. Oeh, 7. 7 is... Er stond op 1. Dat is de 4e op de laatste rij hier. Welke is dat? Keer 15? Ja, dat is keer 15. Keer 15? Dus dat is gewoon... Ja! Dat is gewoon heel goed. Let's go. 75 euro erbij. 110? In totaal. 110 in totaal? Op 400 schmackaroons. Het valt best tegen. Ja? Met 5 euro inzet. Ja, oké. Dus maar we hadden net meer met die kanskaart. Hadden we 200 mee gewonnen, toch? Dat is waar. Ja, ik ben niet blij mee. Dit is prima, pik. Gaat goed. Meestal verlies je al je geld met deze game, dus onthoud dat wel. We hebben nu toevallig even geluk, maar het kan ook zo weer weg zijn. Nou, we gaan even lekker op de telefoon. We moeten gewoon even wachten. Ik wil eigenlijk die 4 rolls, die wil ik zo graag nog hebben. Oh, ik kan het niet eens doen. Ik zit op mijn telefoon. Hij viel bijna 4 rolls. Ik zat ook op mijn telefoon. Powerspin. Hij doet een powerspin. 4. Nee. Niet te snel. Gaat snel. Nee. Dubbelkut. Oké, 100 eurotje. Oké, daar gaan we dan. En nu gaan we ook een keer echt 100 euro van maken. Hoppakee. Als hij nu op 4 rolls valt. Nou, chance keer 10. Let's go. Kom op, hé. Zo, dit is dom. Is dit dom? Ik weet het niet. Misschien is dit dom? 4. Nee, hij gaat langzaam. Nee. It's gone. 5 keer de 1. Kijk die enen. We kunnen wel een dobbeltje doen. En als we deze verliezen, is in één keer de helft gone. Fuck off! Hoe? Conclusie van gokken is gewoon scam. Maar dat wisten we al. Maar waarom doen we het alsnog? Please for rolls. I'm losing my house. Nee, niet doen. Ik ben een keer geband omdat ik dat heb getypt. Echt? Ja, ik heb een keer gezegd op een goksite dat ik mijn vrouw en kinderen kwijt ben geraakt door het gokken. En toen hebben ze mijn account. Nee! Gast, dit is klaar. Ik vind het niet eens meer leuk. Ik vind het niet meer leuk. Adam, all in. Ja, all in. Het is mooi geweest. Ik vind het niet meer leuk. We zitten alleen maar te kloten in de chat. Ik ben er klaar mee. Ik vind het niet eens meer leuk. Oh, als hij nu op ja, maar hij gaat er toch niet opvallen. Dit is 1 op 60, Jeroen. Denk nou na. Oh my god. Oké. De video is nog niet voorbij. Het is nog niet voorbij. We deden een all-in. Kom op, geef ons nu huizen. Dikke, vette, vetzak. Kom op. Oké. Niks. Rood. Groen. Oh, dat is een rood. Ja, hé, jongen, daar komen we toch nooit. 100. 500 keer 20 is? Is dat 10 kop? Is dat 10k? Ja, 2 keer 500. Is dat 10k? Dat is 10k. Is dat 10k? Dat is 10k. Ah, daar komen we nooit, daar komen we nooit. Oké, als hij op dat laatste dingetje valt, dan hebben we 10.000 euro, jongens. Dan hebben we 10.000 euro hier. Ja, maar dit is, wat is dit nou? Dit is een keer 3. Oké, dat is 60. We moeten nu wel dubbels hebben, ja man. Dubbels! Please! Nee! Ach, wacht, niet kijken, we gaan niet kijken, niet kijken. We weten niet waar die op valt. Ah. Oh! Ah, oh, nee, dat is nice! Nee, is niet dat is nice. Keer 7, dat is het beste van die rij. Oh ja, dat is wel waar. Dit is best wel sick, kijk maar. Bijna money back. 200 in totaal. 220, oh, nog 30 euro. Oké, we gaan door. Hey, andere dealer! Nieuwe dealer geluk. Nieuwe dealer geluk. Ja, nee. Niet. Oh, nee, niet dat, niet dat. Als er een nieuw persoon komt, dan heb je altijd geluk. Hier, er staat nu een beeldschone vrouw en die geeft ons die keer 4. Toch, mevrouw? Grote pijn. Dat is niet leuk. Ja, nu kun je niet weggaan. Nu moet je doorspelen. Wat nou als ik nu de roulette tafel bezoek, heel even heen ga en weer terugkom? Ja, maar nee, want dan kom je terug en dan zie je hier bij de geschiedenis van het spel staan dat er 4 rolls gevallen zijn. Dan ben je helemaal boos. Ja. Kut, weer die 1. Hou nou op. Oké, roulette. We gaan eerst even dat balletje horen rinkelen. Nee. Als we deze verliezen, is de video klaar. Als we deze winnen... Jullie zijn zwart! Nee! Ja, maar gast, kom op nou even, man. Dit is... nu is het rood. Nu is het rood. Nee, hier. Nee, nu is het oneven. Oké. Ah, de bet is doorgegaan. Oh, nee. Het einde van de video. Oh, nee. Het einde van de video. Oh, nee. We hebben hem. We hebben hem. Okay. En wij klikken het beeldscherm weg. We gaan even deze refreshen. Jongens, we hebben weer winst. We hebben gewoon weer winst. Ja, het is mooi. Het is super. Nee! Hij valt op chance! Nee, ik wilde net inzetten. Oké, alsjeblieft. Kom nu op 1 of zo, weet je wel. Multiply, yes. Oké, nu hoog. Oh nee, dividend. Ah, kak. Ik ga even pissen. Moet je doen. Oké, kom op. Iets goeds. Money prize of multiplier, gewoon iets goeds. Cash prize. Keer hoeveel is dit? Keer 3. Totale inzet keer 3. Oké, we gaan eentje dubbelen, boys. We gaan eentje dubbelen. Hij heeft ook niet door dat we de vorige ronde gewonnen hebben. Dit is gewoon prima. Dit is goed. Abonneer even op het kanaal trouwens. Abonneer ook op mijn kanaal. Ik heb het gedubbeld. Nee. Nou, je won. Hier, dat was weer chance. Oké, ik heb 75. Gast, nee, komt die weer chance. Geen probleem. Thank you. Geen probleem. Thank you. Dankjewel. Geen probleem. Dit is goed. Dit zijn goede zaken, Jeroen. Wat doe jij hier? Moet ik weer even weglopen? Ja, ga maar even pissen anders. Ik ga weer even pissen. Ja. Oh no. Oh no. Oh no. Nee. Wat heb je gedaan? Je verloor eentje, gewoon met de normale. Wat heb je gedaan? Dus toen dubbelde ik hem en toen verloor je hem weer. Nee. Oh. Ik heb 75 euro verneukt, daarom dat heb ik gedaan. En we zijn het kwijt, kutzooi. Tering! Ja! Oh, ik deed hem net dobbel, wat zonde. Ik deed hem net dobbel, jongens. Dit is zo zonde. Oh, wacht, ik heb 10 euro gedaan. Oh, oké, het is wel een dikke bonus bij. Ik dacht dat ik 5 had gedaan. Jeroen! Ja! Ik snap het even niet. Wacht, ik dacht dat ik 25 had ingezet, maar in één keer zat de bonus bij 10. Klopt dat? Dat klopt niet, toch? Nee. Dan heb ik wel 10 ingezet, hè? Ja, oh, wat sick. Wat sick! Hotel, nice. Hotel. Rood huisje, ja hoor. Oeh, 3 rode huisjes al. Nou, dit is best top. Let's go, 8. Wacht, was dat die keer 7? Was dat de keer 7? Ja, er zit 1 rood huisje hier op die eerste. Ja. Nee. Het is een keer 4. Oh nee, die eerste keer 4, nee. 40 euro's. En we hebben nu totaal al 50, toch? Met die inzet. Dubbels. Dubbel. Ja. Het is heel goed. Dit is heel goed. Ja, er zitten nog veel hotels tussen, hè? Nee, oh, nice. Heel goed, dat is 140. Nee, dat is 70. Let's go! Boom. Let's go! Easy man. We zijn bijna een uur aan het opnemen en je hebt nog steeds gewoon hetzelfde bedrag. Keer 20. Oeh. Nee, niet tellen. Dat is niet leuk. We weten niet waar die stopt. Ja, tel niet. Ik kijk ook niet. Hou op. Ah nee, niet het vraagteken hier. Ja! Ja! Let's go! Hell yeah! Oh, dit is 200 euro. Gast, dit is 310. Is dit maar toch het moment om een keer te stoppen? Je hebt het verdubbeld. Je hebt het helemaal verdubbeld. Ja, we zitten op 3 kwartier opnames. Hey, we hebben een keer winst. De vorige keer heb ik 250 euro verpest. Nu ga ik een keer uitcashen. Weg met dit spel, want als ik Nee, je zet er nog in, gek. Hij stond op autoplay. Snel. Ja, hier, remove bed. Nu moet ik sowieso een dikke disclaimer erbij gooien, want jullie denken misschien van, oh ja, dit is makkelijk geld. Nee, is het niet. Je verliest 9 van de 10 keer bij dit spel. Ja, maar dat is ook echt al 3-4 keer bijna kwijt. Precies, ik heb een all-innetje gedaan. Ik had zelfs de roulette tafel even heb je ook nog een all-in gedaan? Je hebt meerdere all-ins gedaan. Daarom. Dit geld had ik eigenlijk niet verdiend, maar ik heb het toch wel. Ik vind het een leuke video. Bedankt voor het kijken. Klik op het duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Dikke doei, dikke later.